Wat er vorige keer gebeurde in Henkie zijn leven. Leven, leven. Oh meneer! Blussen! 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 Er is brand! Jongens, ik kan Lucas niet vinden. Wie is Lucas? Moeten we niet de daken controleren? De daken? Ja, wie weet zijn er wel eens gefuit op de daken. Nee, daar gaat hij. Kijk, het is hartstikke goed mogelijk. Zie je? Waar is hij? Oh nee. Hij is weg of zo. Kut. Het komt goed. Ik ben expert parachute springen. Ik ben expert parachute springen. Kijk eens. Toos! Gerard, het komt helemaal goed. Ik help jou wel. Nog een keer. Hoe gaat het met u, Gerard? Toos, jij moet mij niet telkens duwen als ik aan het niet meer ben. Jawel. Maar komt de klap aan. Ja, ik merkte dit. Volgens mij ben ik Gerard het... Die hebben toch niet gereanimeerd? Ja, dat deed niet zoveel. Dat doe ik niet. Gerard, opstaan. Ik pak even de wervel. Ja. Ik pak Lucas. Nee, niet doen, niet doen. Wie is Lucas? Wat is hier allemaal gaande, hé? Ik snap er helemaal niks meer van. Ik snap er ook helemaal niks meer van. Wacht even, weer voor dit. Wat is dat stomme blok hier ook? Wat is het? Ik zie niks, hier staat hoor. Nee, maar we kunnen er niet doorheen. Het is een... Auw! Het is een blokkenpark. Niet Henkie slaan, hè? Dit is een onzichtbare blokkenpark. Kijk, dit is hier een soort onzichtbaar blok waar we niet overheen komen. Hé! Help! Ik zit vast in het blok! Henkie! Wow! Henkie vliegt! Henkie, kom van de raken! Ik ben een god! Vrees mij! Henkie, kom van de raken! Vrees mij! Henkie, kom van de raken! Vrees mij, Dijn! Oké, sorry, Toos. Zo, hier, Henkie moet eens luisteren! Hoppa! Hey, Toos! Even uitstappen, Toos! Oh, sorry! Altijd wat bij jou! Ja, dat kan even. Toch niet? Kom, we plassen even tegen die auto. Nee, gaat niet. Wacht, waar is Gerard? Gerard zit hierin. Waar is Gerard? Waar is Gerard? Gerard! Gerard, hoor je ons? Zit Gerard hierin? Ja, Gerard. Gerard. Mogen wij met hem mee? Lucas, waar ben je? Zijn lief. Ja. Oké, dan mag het. Stap erin. Wij pakken een eigen auto, Henkie. Nee, wacht. Kunnen we bij hem instappen? En de auto dan? Oké, ga jij de auto maar pakken. Oké. Ik ben er, Gerard. Ik ben er. Hey. We gaan naar het ziekenhuis. We gaan je redden. Ja, gaat wel goed hoor. We gaan je redden. Laatst lag je ook al in het ziekenhuis. Nu weer. Pas op voor de andere ambulance. Anders heb je een ambulance nodig voor de ambulance. Maar ging je nog even meer, Henkie? Ja, ik denk dat kan ik je redden. Ja, maar ik leef al. Ja, weet ik. Maar ik dacht, ik moet je reanimeren om je te redden. Om je nog leviger te maken. Je bent altijd zo dood in het leven. Ja, oké. Misschien durf ik niet wat meer dingen. Gerard, dit gaat helemaal goed komen. Ja, gaat helemaal goed. Het gaat helemaal goed komen met je. Je moet me vertrouwen. Je moet me vertrouwen, Gerard. Toos gaat goed komen met Gerard. Vast wel. Toos, ik heet geen... Ja, Toos loopt achter. Hoe heet u dan? Heet u toevallig Lucas? Ik heb geen Lucas. Ik ga me opereren. Het komt helemaal goed. Blijf me van de spullen af. Nee, dit komt. Ik ga niet aan uw spullen komen. Ik heb mijn eigen spullen bij me. Hier, kijk, ik heb een boor. Dat komt helemaal goed. Oké, dat lijkt me niet zo slim. Oké, Gerard, mond dicht. En hou Toos hand vast. Ik ga helemaal goed. Pak mijn hand maar. Leg maar even neer. Gerard, daar komt het. Dit komt helemaal goed met u. Yankee, hou even afstand. Gerard, oké, pak Toos je hand, dan gaan we. We gaan het niks groeien. Komt helemaal goed. Jawel, dit komt goed. En zo. Nou, dit is helemaal opgelost. Zeker, dan maak ik even de wonden schoon. Ja, maak jij de wonden maar schoon. Meneer de ambulance, we hebben dit helemaal onder controle. Maak je maar zorgen. Ik zie het. Kijk, hij is weer springlevend. Ik zie dat jullie het netjes dicht hebben gehecht. Ja, we hebben het helemaal gehecht en toen heeft Toos het schoongemaakt. Gerard, blijf maar heel even staan. Doe even een beetje armen spreiden, dan ga ik nog even laatste check doen. Oké, nog even laatste check, Gerard. Even kijken of de botten op de goede plek zitten. Je doet wel hard, je moet het goed kunnen voelen. Hij zegt niks. Ja, salut. No. We moeten weer verder, Gerard en Toos. Doe de auto van het slot. Mag ik rijden? Mag je rijden. Nee, jij rijdt, Henkie. Nee, ik rijd. Gerard rijdt. Ik kan heel goed rijden, joh. Dit komt helemaal goed, joh. Gerard. Hey Gerard, zullen we beveiligingssysteem in de winkel gaan testen? Dat is wel een goeie. Ja, dan gaan we niet even testen. Beveiligingssysteem testen? Ja, dat deden we vroeger ook altijd dat wat Henkie bedoelde. Oké, dat is een goed ding als leger om te doen. Kijken of de beveiligingssystemen werken. Kijk, als dat systeem afgaat, dan komen er dus mensen. En dan is het systeem goed gekeerd. Ja, oké, dat gaan we doen. Dat moet elk jaar.
Oh, dat doen we zelfs bij mij bijna thuis. Oh, ik mis mijn huis wel heel erg. Even kijken. Gaat alles goed met jou, meneer? Even kijken, ik ga daar even kijken. Ja, het alarm doet het al. Ik hoor het, ja. Het alarm gaat af. Nou, dat is toch helemaal top. Ja. Zullen we even kijken of het alarmsysteem ook wel door wordt verbonden naar de meldkamer? Ja, ik denk hoop het wel. Nou, dan wachten we er even op. Dan wachten we even op tot het geregeld is. Oh, ja, nee, daar zijn ze al. Wacht niet. Gerrit, kom maar. Oh, daar zijn ze al, joh. Daar zijn ze al. Hallo, laders, oh. Wat doen ze nou? Er is niks aan de hand. Er is niks aan de hand, joh. Waarom ligt ze op ons? Waarom ligt ze op ons? Wacht, ik ben... Oké, Gerrit, Toos, kom hier. Ja, oké, ik ben heel goed hierin. Laat mij dit maar regelen, oké? Oké. Goedendag, wij bedoelen er niks verkeerds. Wij zijn hier van het leger om te testen of het alarmsysteem werkt. Ja. Niks aan de hand. Wij zijn hier om het alarmsysteem te testen. Er is niks aan de hand. Echt wel. Wij zijn hier om het alarmsysteem te testen en dat werkt duidelijk. Gewoon luisteren naar wat hij zegt. Omdraaien en op de knieën. Staat vuurwapen schreef, elke dag twee geschoten. Oh. Omdraaien op je knieën. Zo mogelijk dat niet, toch? Daar ga ik. Omdraaien, zei ik toch? Niet schieten! Ik zit al. Ik heb helemaal niks misgedaan. Oh, we zijn alleen het alarmsysteem aan het testen hier. Dat moet uit. Ik heb net de computer even. Zitten blijven. Alle drie zitten. Iemand moet het doen. Iemand moet toch het alarmsysteem testen hier en daar. Dat moet uit, ja. En dan krijgen wij de opdracht voor. Oh, dit is al de derde keer dat ik bij deze winkel word aangehouden. Jullie mogen afstand nemen, alle drie twee van de kamers afstand nemen. Oh, gompie, dompie, we doen nog niks verkeerd, joh. Dat weet ik ook. Hoorde jullie dat toen zeggen dat we moeten een beetje afstand van elkaar nemen? Oh. Nee, jullie niet. Maar je zegt dit afstand nemen. Oh, wat ben je ook een domoor, hè. Hoezo? Dat horen we allemaal. Hier, klap op je wel. Hey. Ik heb hier een winkelverbod, ik mag hier helemaal niet zijn. Zeg dat nou niet. Gerard, ik ga je boeien. Dat is helemaal niet nodig, joh! Waarom? Niet zo strak anders, dat is allemaal voor de zekerheid. Ik doe hem heel lachjes. Voor u en onze veiligheid. Oké, dan maar. Voor onze veiligheid? Nou, dan, anders loop ik gewoon weg, Henkie. Is dat ook goed? Loop weg. Doe het. Rennen. Ja, ik let op mijn hoofd. Rennen, Toos. Ik ga niet rennen. We gaan niet rennen. Je kan het, Toos. Toos, blijf steeds vuurwapens. Sorry, pas op. Ik kan niet blijven zitten. Wij zijn van het leger en het testen met alarm. Wij zijn hier alleen om het alarm te testen en dan worden we aangehouden. Nou, het alarm werkt, kan ik je vertellen. Ja, daar zijn we ook achter gekomen. Meneer, je pakt wel mijn goede kant van de foto. Die heeft we aangehouden plegen van mogelijk een overval. Dan gaan we zo even nakijken. Dat is natuurlijk het recht op advocaat, recht op tolk. En alles wat u zegt kan tegen u gebruikt worden. Is dat begrepen, meneer? Dat is helemaal begrepen, alleen er was helemaal geen overval gaande. We zijn letterlijk hier geweest om alles te testen. Ook aan nou in verband met mishandeling. Mishandeling? Ja, ik heb het over iemand anders. Oh, ik kan zeggen, ik heb helemaal niemand mishandeld. Heb enige scherpe voorwerpen bij je, meneer? Ik heb een moersleutel, maar die is niet scherp. Die is heel hard gewoon. Oh, dat is natuurlijk voor uw auto. Ja, dat klopt, maar die is niet echt scherp. Die is niet scherp. Ja, dat ziet er helemaal oké uit. Ze snappen dat allemaal niet. Je hebt ook niemand hier een overval zien plegen. Nee, wij zijn letterlijk met z'n drieën naar binnen gegaan. En wij hebben het alarmsysteem getest, we hebben op de alarmknop gedrukt. En toen waren jullie er ineens, dachten we, nou, top, het werkt! En toen werden we aangehouden. Ja. Maar ik ga even de rest erbij, laat je boeien nog voor de zekerheid hebben. Is goed. Die handboeien doen ze. Even kijken wat u bij u heeft. We hebben matten. Ja, ik ben een kaart. Dan ga je nog één persoon controleren. Kom, ga even hier staan, hier is het wat rustiger. We gaan jongens! Toos, kom terug! Toos, de politieagenten! Toos, waar ga je? Oh, waar gaat hij nou heen? Laat hem maar gaan, joh. Hij komt best wel ver eigenlijk zelfs, voordat de politie het doorheeft. Nou, we hebben goed nieuws. Nou, eindelijk. Ik ben zwanger! Ja, iedereen wil allemaal vrij laten. Bent u jarig? Gefeliciteerd! Wat gebeurt er allemaal? Nee, maar dank jullie wel. We zijn echt van een bedrijf. Nou, trouwens, dat is niet waar. We zijn doen vrijwillig. Ja, oké. Salut. Nou, salut. En jongens, het alarm werkt. Dat kunnen we wel vertellen. Dat kunnen jullie zeker vertellen. Kun je dit ook nou vertellen? Meneer? Ja? Wilt u even ruiken? Waarom deed hij dat nou? De auto, hij doet natuurlijk dat niet. Pas op voor de politieauto. Je kan gewoon achteruit. Dit was leuk. Nou, dit was helemaal leuk, ja. Ja, dit was grappig. Heel leuk, ja. Moet je om een bepaalde tijd thuis zijn trouwens, Henkie? Ik moet eigenlijk op tijd weer naar de camper zijn, ja. Oh, waar heb je die eigenlijk neergezet? Bij het strand stond die, waren we. Ja, die rijdt eruit.
Roy en John Peter die waren met z'n tweeën nog. Maar... Oh ja! Deze gaat best wel hard. Oh, je vliegt! Nou, Gerard, hoe doe je dat? Hallo? Ja, ik ben er nog! Ik denk dat Gerard ons onverwachts heeft verlaten. Uh-oh. Weet je, zet me hier maar af. Dit vind ik wel een mooie plek zo. Weet je dat zeker? Ja, dit vind ik een hele mooie plek. Bij de autowinkel. Ja, dat klopt. Ik vond het wel gezellig. Ik vond het hartstikke gezellig. Jammer dat Gerard onverwachts weggeblipt is. Dat was toch zonde. Dat was toch zonde. Dat is hartstikke zonde. Maar ik ga hem wel weer ophalen, joh. Dat komt helemaal goed. Nou, Toos, ik spreek je de volgende keer weer. Dankjewel voor die leuke dag! Ja, was leuk, was gezellig. Maar, salut! Salut! We spreken elkaar vast nog wel, hè? We spreken elkaar vast nog wel. Maar de echte vraag is, hoe oud ben jij? Ik ben 96. Hoe oud? Oh, wacht, 96. Oké, nou, fijne dag. Nou, kijk eens, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik hoop dat jullie het een hele leuke dag vonden samen met mij. Het waren denk ik meerdere dingen, meerdere video's dat het uiteindelijk zijn geworden. En anders niet. Dank jullie wel voor het kijken. Abonneer dan maar eventjes. We zijn bijna de 80.000 abonnees. Het gaat zo snel de laatste tijd. Ik spreek jullie de volgende keer weer. Spreek je later. Glaasje water. Tel tot 4. Flesje bier. Henkie bij het leger. Thuis heb ik een voetenveger. Tot de volgende keer. Doei. Yeah.